Kido, disclaimer alert. Ten eerste, dit is best een belangrijke video, dus blijf even kijken voordat je dingen verkeerd begrijpt. Het scheelt weer vragen beantwoorden die niet nodig zijn. Dus drop zeker even een like, ga er lekker voor zitten, geef me 5 minuten, leg ik even alles uit, kunnen we weer door met ons leven. Doop. Oké, laat ik beginnen met dat er in mijn ogen twee soorten Minecraft-spelen zijn. Ten allereerste, een beetje chillen, soms bij je stream een beetje Minecraft doen, een beetje met kijkers Minecraft spelen, daar is een servertje joinen, dat soort dingen. En nummer twee, een eigen server, hyperactief runnen, fucking veel Minecraft spelen en je heel erg veel bezighouden met de community. Ik heb besloten te stoppen met nummer 2. Puur omdat er te veel stress voor mij bij komt kijken. Een tweede kanaal release bijna, ik heb Mr. Puck, ik zit nu in mijn eindexamenjaar. En dan ook nog een Minecraft server wordt na een poos gewoon te veel. Dus Rick, stopt United nou? Nee, dat is niet wat ik zeg. Ik blijf owner van United samen met Stijn. Er komt nu een nieuwe owner bij die een aantal nieuwe game modes met zich meebrengt. Samen zullen we over een paar weken of misschien volgende week al een doorstart maken met United Kingdom. Maar ik zal gewoon wat minder actief ermee bezig zijn. Dat doe ik voornamelijk gewoon voor mijn eigen gezondheid en om zelf gewoon wat gelukkiger te zijn. Maar ook omdat ik denk dat als ik veel te veel ermee doe, word ik heel erg chagrijnig. En ik die chagrijnig ben, daar heb je ook niet heel veel aan. Dus Rick, wat gaan er nu allemaal veranderen met United? Nou, ik zal het even heel snel uitleggen. We hadden eerst Fire Kingdom, Battlegrounds en Gesloten Kingdom. Nu worden die verplaatst met andere game modes. Hoe ver ik weet uit mijn hoofd, don't quote me on it. Sky Kingdom, Oorlogssimulatie, Kit PvP en Gesloten Kingdom die blijft. En volgens mij komt er ook een nieuwe hub. Dus dat is alles wat verandert. We hebben een week lang deze game modes gehad. En nu introduceren we weer andere. Netwerk stopt niet. We gaan gewoon even door. Het was heel erg jammer dat Dylan besloot te stoppen met Minecraft. Als in helemaal stoppen met Minecraft. Maar ja, we gaan gewoon door. Dus geen zorgen daarvoor. Dit allemaal heeft trouwens ook de redenen waarom ik nu ander design heb. Zoals jullie misschien al hebben gezien heb ik geen Minecraft banner meer. En geen Minecraft logo meer. Terwijl ik die echt al fucking lang had. Mijn kanaal gaat niet bepaald op Minecraft. Ik speel het af en toe wel. Het staat af en toe op mijn thumbnails. Maar ik doe er niet enorm veel mee. Dus heb ik besloten om het ook van mijn banner en logo af te halen. Om een wat beter beeld te geven van wat mijn kanaal nou eigenlijk is. En dat is voornamelijk commentary, kanalen bekijken en hier en daar een beetje Minecraft en streamen. Daarnaast vind ik mijn nieuwe design gewoon veel mooier. Laat me weten in de comments wat jullie ervan vinden. In ieder geval, ja, het is misschien een klein beetje clickbait. I quit Minecraft. I mean, ik quit het niet helemaal, maar het was ook een beetje raar om in de titel te zetten. Ik stop met Minecraft voor een deel, maar voor een ander deel ga ik er gewoon mee door. PS, mijn server gaat gewoon door, maar dan anders. Dus ik hoop dat jullie het een beetje snappen en niet zien als full-out clickbait. Ik probeerde het gewoon een soort van normaal in de titel te zetten. Voor nu, ja, het spijt me jongens. Woensdag is altijd een beetje de kletsvideo waar ik gewoon alles een beetje aan jullie vertel. Vrijdag geef ik jullie je dagelijkse dosis drama, zoals jullie weten. Dan gaan we gewoon lekker kijken wat de trending is. Dan gaan we gewoon, weet ik het, kijkers checken of ik weet wie ik ben. Dat soort leuke dingen. Op maandag doen we gewoon lekker kanalen beoordelen. En op zondag en op random dagen gewoon lekker streams. Daarnaast jongens, even gewoon heel erg random. We hebben het goal gehaald. Wat betekent dat ik dus eerdaags weer bezig ga met een nieuw promotievideootje. Dus heb je die nog niet gezien, ga even naar de vorige video. En doe even een aanvraag, want wie weet ga ik een promotievideootje maken over jouw kanaal. In ieder geval, dames en heren, drop een like, vergeet niet te abonneren. Ik hoop dat jullie hier begrip voor hebben. En ja, dat jullie gewoon nog steeds lekker hype zijn voor United. Dan zie ik jullie daar en tot de volgende video. Dat is waarschijnlijk op vrijdag of donderdag als ik dan de promotievideo al klaar heb. Later jongens. Wow, bonges. Later jongens.